Dag jongen, dag meisje. Welkom hier in de werkplaats van het eerste jaar in het VT. Jullie hebben allemaal een pakketje gekregen om een borstelbotje te maken. We zullen eens kijken wat er allemaal in zit. Jullie vinden een pipe cleaner, een batterijhouder voor één batterijtje AA. Een borsteltje natuurlijk. Een veerklemmetje. Een elektromotor. En je zal merken, deze is magnetisch. Er zitten twee houtschroefjes in. Eén houtschroefje en twee metaalschroefjes. En last but not least hebben we hier een metalen kroonsteentje. Goed, hoe beginnen we eraan? Eerst en vooral zal ik het metalen kroonsteentje bevestigen aan de elektromotor. Daarvoor heb ik de twee metaalschroefjes nodig. Als we kijken naar een metaalschroefje, dan zien we dat er hier een platte gleuf is. Daarom nemen we de platte schroevendraaier. Ik heb twee soorten platte schroevendraaiers, een kleine en een grote. Kleine is veel te klein, daarom nemen we de grote platte schroevendraaier. Je plaatst het kroonsteentje aan de achterzijde van het motortje en dan zullen we het schroefje hierop monteren. Dat is het eerste schroefje die gemonteerd is. Dan nemen we het tweede metaalschroefje en plaatsen dat in het achterste haartje. Zo. Dit is het resultaat dat je moet hebben. Nu moeten we natuurlijk de elektromotor kunnen plaatsen op ons borsteltje. Nu, gewoon erop plaatsen is heel moeilijk, vandaar dat we een metalen veerklemmetje hebben om de motor erin te plaatsen. Maar dat veerklemmetje moet natuurlijk op ons borsteltje komen. We nemen een houtschroefje en als we goed kijken, is het niet met een gleufje, maar met een sterretje. Dus we nemen een sterrenkoppelschroevendraaier. Opnieuw twee soorten. De grote. Dat lukt niet. Dus nemen we een kleine sterrenschroevendraaier. We nemen de veerklem. Er is al een haartje voorgeboord door ons in het borsteltje om het schroefje daarin te plaatsen. Dus ik plaats het schroefje eerst in het veerklemmetje. De schroevendraaier zet ik vast en ik ga dat monteren op mijn borsteltje. En ik draai het schroefje stevig. Zit. Nu kan je eventueel het veerklemmetje nog draaien in de gewenste richting. Nu plaatsen we ons motortje in de veerklem. Zo. En we hebben al het grootste deel van ons borstelbotje. Nu moeten we onze batterijhouder plaatsen op ons borsteltje. Wij hebben dubbelzijdige kleefband voorzien. Je neemt het bruine gedeelte ervan af en dan kleven we de batterijhouder op ons borsteltje. Zo. Goed aandrukken. Zo. Nu hebben we al de batterijhouder, het motortje en het veerklemmetje op ons borsteltje. Aan de batterijhouder is er een zwarte draad en een rode draad. Zwart is negatief, rood is positief. Hoe weet je nu waar je dat op de elektromotor moet plaatsen? Dan zie je hier aan de elektromotor, dat is misschien heel moeilijk te zien, maar ik zal mijn plat schroevendraaiertje gebruiken.
Hier zie je een klein bolletje. Ja? Dat is de plus. Dus wat moeten we doen? We gaan eerst zorgen dat de plus gedraaid is naar ons rood draadje. Zo. En we gaan het rode draadje door het haartje. We gaan dat eerst nog een klein beetje torsen. Wat is dat torsen? Dat is met de duim en wijsvinger al die losse draadjes samendraaien. We gaan dat hier door het haartje stoppen. Zo. We plooien dat een klein beetje over, zodat de draad bevestigd is aan de linkerkant. Nu nemen we het zwarte draadje, juist hetzelfde. Eerst opnieuw eens torsen, zodat alle draadjes aan elkaar bevestigd zijn. We plaatsen dat door het haartje. We plooien de draadjes om, zodat we een goede verbinding hebben. Zo. En het borstelbotje is klaar. Ja? Natuurlijk, om te testen als het borstelbotje werkt, gaan we een batterij nemen. We nemen een AA-batterij. Ik heb hier al een borstelbotje van de vorige keer. We gaan kijken. Aan een AA-batterij is er een plus en een min. Dat zie je hier. De plus. Ja? Waar is de plus? Hier. Dat zie je hier ook aan de binnenkant van de batterijhouder. Plus. En we plaatsen natuurlijk de plus bij de plus. We beginnen eerst met de min. Zo. En ons borstelbotje werkt. Zo. Oké. Dat was het. Wil je dat borstelbotje nog versieren? Dan hebben we onze pipe cleaner. Dan kun je dat hier aan bevestigen. Ja. Je mag dat verder versieren, want er is namelijk een wedstrijd aan verbonden. Ja. Plaats een foto van je borstelbotje op de Facebookpagina van het VTI. De jongen of meisje die de meeste likes heeft, krijgt een mooie prijs.